De Russische president Vladimir Poetin was op 24 juni 2014 op werkbezoek in Wenen. KLA-TV was er voor u bij op de persconferentie die in dit kader plaatsvond. Hier demonstreerde het Russische staatshoofd eens te meer dat Rusland in geen geval geïnteresseerd is in een oorlog met Oekraïne en gaf een duidelijk signaal voor de de-escalatie. Onmiddellijk voor zijn aankomst in Wenen deed Poetin de Russische Federatieraad een schrijven toekomen. De inhoud van de brief was het verzoek aan de Raad om de volmacht weer op te heffen die hij had gekregen gedurende de Krimcrisis om in geval van nood te kunnen ingrijpen in het conflict in het buurland met inzetten van troepen. Godzijdank konden we afzien van dit inzetten van troepen en het aantal troepen gewaarborgd door een internationale overeenkomst werd niet verhoogd. Dat wil zeggen dat de Russische president dit recht niet heeft moeten gebruiken. Inderdaad, deed ik vandaag de Federale Raad zo'n schrijven toekomen. Tegelijkertijd bekritiseerde Poetin de vredesinspanningen van de Oekraïnse regering als ontoereikend en eiste dat op de woorden ook daden zouden volgen. Vanuit mijn standpunt is dat wat tot nu toe werd gedaan niet voldoende om de crisis bij te leggen. Slechts zeggen dat deze wapenstilstand 7 dagen geleden werd bereikt en de wapens niet neerleggen en vernietigen is natuurlijk geen stap naar de vrede, maar het is een stap in de goede richting. We geloven dat ook radicale krachten, zoals de rechtse sector, nog steeds niet ontwapend zijn. Hoewel men daarover meermaals heeft gesproken en zelfs beloofd dat deze feitelijk illegale groepen hun wapens zouden neerleggen, hebben ze dat niet gedaan. En daarom is het vanuit mijn standpunt zinloos zoiets te eisen van de separatisten, want ze begrijpen immers, vandaag leggen we onze wapens neer en morgen worden we levend verbrand, zoals het werd gedaan in Odessa. Een statement tot besluit toonde duidelijk dat Poetin niet geïnteresseerd was en is aan een zogenaamde inlijving van Oost-Oekraïne. Hij ziet een succesvol vredesproces in Oost-Oekraïne zodra de Oekraïnse regering werkelijk zal ingaan op de eisen van de bevolking. Zo moet er geluisterd worden door de regering naar de roep van de bevolking om meer zelfbeschikking. Er is ook een hervorming nodig van de Oekraïnse grondwet. Hoe zullen bewoners leven in deze regio? Hoe worden hun rechten gewaarborgd? Dames en heren, nu zal blijken of de Oekraïnse regering in staat is in te gaan op de wensen en noden van de zuidoostelijke regio's, of dat ze een reden zal vinden het plan B uit te voeren waarmee Poroshenko heeft gedreigd. Het volledige militaire offensief tegen de regio Donbass. Er komen al meldingen en beelden binnen bij KLA-TV die berichten over een verplaatsing van zwaar Oekraïns oorlogsmaterieel in het oosten van het land. En dat tijdens het actuele bestand. Kan het zijn dat dit staakt het vuren slechts een spelen met de tijd is om het eigenlijke offensief, het plan B, grondig genoeg te kunnen voorbereiden? Het is te hopen dat de hernieuwde vredesinspanningen van Poetin vrucht zullen dragen. Goede avond.